Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag 26 juni en ik vroeg mij af hoe zou mijn dag verlopen als jullie mijn dag zouden bepalen. Larissa heeft een video zoals deze al online staan op ons YouTube kanaal en ze vroeg aan mij of ik het ook leuk zou vinden. Ik weet het niet. Ik ben zeg maar iemand die er niet per se van houdt om de controle uit handen te geven. En het idee dat jullie voor mij kunnen bepalen wat ik ga doen vandaag vind ik een beetje spannend of zo. Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Misschien wordt het wel heel erg leuk. Wie weet. Laten we het maar gewoon gaan doen. Nou, ik heb alvast twee polls aangemaakt deze ochtend. De eerste is gewoon eigenlijk de vraag, gaan jullie meestemmen of niet? Ik ga er een beetje vanuit dat het antwoord ja is. Ja. 97% zegt ja. En ik heb daarna ook alvast even een andere poll gedaan, voordat deze ochtend anders te langzaam verloopt. En ik geef jullie steeds gewoon een paar minuten om te bepalen. En het is nu ochtend, ik ben echt toe aan mijn detox drankje. Zoals jullie weten drink ik normaal gesproken een groene smoothie. Tegenwoordig ook weer bietensap. I know, dat klinkt echt heel heftig. Maar en jullie in vandaag de keus welke van de twee ik ga nemen. Sorry hoor, ik probeer die camera even neer te zetten. Groene smoothie is het geworden. Yes, daar word ik echt serieus heel blij van. Want dat is echt nogmaals wat ik altijd drink. Dus die ga ik nu vermaken. De ingrediënten voor mijn smoothie zijn een handjevol of twee handjes vol spinazie. Iets van twee stengels bleekselderij. Anderhalve banaan en een hele citroen zonder schil. En daar gooi ik dan ongeveer 500 of 600 milliliter water bij. En deze smoothie heb je vast al eerder gezien. En dit is voor twee personen. En hier doe ik nog wat lijnzaad bij. En dan ben ik good to go. Zo, daar gaan we. Dit wordt echt heel hard geluid. En hij is klaar. Nou, ik zou zeggen cheers op deze dag. En oké, dit is even cheaten. Hier heb ik jullie niet om gevraagd of ik het wel of niet moet doen. Dit is koffie. Ja, het is echt een beetje cheaten, maar dit moet gewoon. Ik moet mijn koffie hebben, jongens. Ik ga daar niet eens de keuze voor maken. Sorry. Er is even nog iets anders waar jullie niet de keuze in kunnen maken vandaag. En dat spijt me heel erg. Ik heb echt gezocht naar een dag waarbij we 0.0 verplichtingen hebben. Maar ja, die hebben we eigenlijk heel eventjes niet de komende tijd. Ik dacht, weet je, ik pak gewoon vandaag. En gisteravond was het nog niet bevestigd of ik wel of niet zou gaan sporten vandaag. Maar dat is wel bevestigd. Dus het enige wat vandaag vaststaat is dat Larissa en ik gaan trainen met onze personal trainer om 12:30. Die kan ik echt niet afzeggen. Ik kan me voorstellen dat zo'n dag als dit dus best wel traag verloopt. En ook elke keer wat langer moet wachten op mijn antwoorden. Dus ik denk dat ik iets van 5 tot 15 minuten ga wachten op de antwoorden. En ik ga alvast wat polls maken, zodat ik straks genoeg reacties krijg. Ik ben namelijk wel benieuwd welke sportoutfit ik straks moet aantrekken. Oh, en trouwens, sorry, dat is nog één ding. Qua ontbijt moet ik wel echt even zorgen dat ik genoeg koolhydraten binnenkrijg, omdat we gaan sporten. Dus die is heel eventjes ook voor mij. Daarna is alles weer aan jullie. Nou, aangezien ik straks ga sporten, wil ik alvast aan jullie vragen welke outfit ik aan moet trekken. Dit zijn de twee opties waar jullie uit kunnen kiezen. Nou, hier is de poll. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Zo, het is tijd om te kijken wat er uit is gekomen. En het wordt onder. Yes, dat is deze set. Die ga ik nu aantrekken. Tadaa! Even een tussenupdate. Deze dag loopt nog niet helemaal soepel en het is pas heel erg vroeg. En het heeft niks met jullie te maken of met jullie keuzes, maar gewoon andere dingen. Mijn iMac is gecrashed. Zorgt ervoor dat ik niet op mijn iMac kan. En dat is echt best wel een groot ding. En ik zag net iets heel raars. En dat is hier dat ik een soort van wondje heb. Die krabde ik net open ook per ongeluk. En die zit op mijn tattoo. En ik heb echt zoiets van, is mijn tattoo nou, heb ik een allergische reactie of zo? Of wat is de deal? Want het begint nu een beetje te jeuken. Dat zit heel erg in mijn hoofd. Het is goed dat ik straks ga sporten. Want dan kan ik mijn hoofd weer legen. Maar ik ben op dit moment niet zo happy. Kom vast wel weer goed. En misschien zie je nu ook al een pleister op mijn hand. Dat komt omdat ik dus net keihard in mijn vinger had geknipt. Ik was pakjes aan het inpakken om te versturen voor het wardrobe. En je knip mis. Dus het is maar goed dat ik misschien mijn eigen niet de controle heb vandaag. Want dan kunnen jullie het voor mij doen. En dan komt alles misschien wel weer goed. We staan inmiddels in de sportschool. Larissa is er ook bij. Hallo. En ik wil eigenlijk meteen vragen of ik je heel even op de foto mag zetten. Mm-hmm. Voor mijn volgende vraagstelling. Oké. Okay. Want we zijn straks natuurlijk een uur niet bereikbaar. En daarna wil ik wat leuks gaan doen. Met jou. Als je beschikbaar bent. Ben je beschikbaar? Ja, ik ben benieuwd wat de keuzes gaan zijn. Oké. Okay. Ja, misschien willen ze wel helemaal niet dat ik met jou wil gaan chillen. Ja. Oh, dat wordt hem ook. Ja, of je met mij of niet moet zijn. Is dit een foto? Ja.
Oké, Larissa heeft een vraag voor mij samengesteld. Zal ik Larissa naar het sporten mee de deur uitslepen of moet ik alleen op pad gaan? Ik hoop echt dat je meegaat. Ik wil niet alleen. Ik hoop dat jullie iets hebben van Larissa is gezellig genoeg om mee te gaan in deze video. Ja, en ik heb gewoon niet zoveel zin om in mijn eentje te chillen. Dus ik ga hem nu plaatsen en daarna het sporten gaan kijken wat eruit komt. Dus we krijgen dus stem ja. Een uur de tijd, hè? Dus, een uur, dus beter stemmen jullie gewoon. Ja, via diverse accounts. We zijn weer klaar en we zijn nu heel even aan het inpakken. En ik ga ondertussen eventjes kijken wat eruit is gekomen. Oh, heeft hij nou nooit geüpload? Ik zit op de wifi hier per ongeluk. Volgens mij is hij nooit geüpload, Liz. Nou jongens, ik ben weer thuis. Ik heb mijn haar alvast even losgegooid. Ik heb zelfs mijn top al even uitgedaan. Maar voordat ik ga douchen ben ik heel erg benieuwd of Larissa met me meegaat op stap. Zodat ik haar alvast even kan appen. Dan weet zij of ze ook een beetje op moet schieten of niet. Want het is op dit moment al 2:15. Dat is best wel laat, vind ik, om nog de deur uit te gaan. Ook weer niet hoor, maar ligt er een beetje aan wat we gaan doen. En ze vond het wel fijn om te weten waar ze aan toe was. Dus 92% zegt samen, yay! Yes, ik was eigenlijk een beetje bang. Ik had ergens ook wel weer gehoopt dat jullie zouden zeggen van Larissa gaat mee. Maar ergens dacht ik van wat als ze nou zeggen van niet? Dan moet ik in mijn eentje opstappen. Dat vind ik niet zo gezellig, weet je wel. Dus dat is top. Ik ga Larissa heel eventjes bellen. Tenzij ze nu doucht. Hey Liz. Hey, je bent al gedoucht. Waarom hoor ik je niet? Wacht. Ik stap net uit de douche. Sorry, hij zat nog op de verkeerde dinges. Wil je nou de rest van je hoofd niet laten zien? Ik stap echt letterlijk net. Dus je bent naakt? Oké, nou, het antwoord is dat je met me meegaat. Dus het is mooi dat je al hebt gedoucht. Gezellig. Dus je moet je klaarmaken en ik wilde alvast wat aan je vragen voor mijn volgende poll. Oké. En dat is waar zullen we heen gaan vandaag? Ik heb niet zoveel zin om in Utrecht te blijven. Ik zat zelf te denken aan Rotterdam. Maar ik moet natuurlijk twee keuzes hebben. Dus ik dacht, misschien weet jij nog iets. Ja, Den Haag is ook misschien wel gezellig. Ik zie dat het zonnetje nu lekker schijnt. Ja. Eigenlijk is elke stad natuurlijk heel erg leuk, maar omdat we altijd in Amsterdam zijn, is het een keer wat anders dan dat. Tot zo, we moeten een beetje opschieten denk ik. Ja. Doei. Doei. Oké, dus wat ik net al eventjes heb gedaan op Instagram is bepaalde kledingkeuzes online gezet. Dus welke outfit ga ik dragen? Dan heb ik niet een complete outfit gedaan. Zo heb ik namelijk jullie de keuze gegeven tussen twee outfits. Namelijk tussen deze zomerse witte outfit of deze donkere zwarte outfit. Verder mogen jullie ook kiezen uit deze tassen. En kiezen uit deze schoenen. En kiezen uit deze twee zonnebrillen. En de reden dat ik op deze manier heb gedaan is omdat ik jullie wel vertrouw op goede combinatiekeuzes. Maar dat moeten we natuurlijk maar zien. Ik ben heel erg benieuwd. Het is heel erg warm buiten. Dus ergens hoop ik een beetje op de lichte outfit. Ik heb het ook heel erg warm. De reden dat ik het nu even in fotovorm liet zien is omdat ik nog niet op Instagram durf te kijken. Want straks zie ik al de uitslag. En die wil ik eigenlijk pas weten als ik de douche uitkom. En dat is eigenlijk wel heel erg chill, want dan kan ik me meteen aankleden en dan ben ik klaar. Dus, ik ga lekker douchen en dan kom ik straks bij jullie terug. Zo, ik ben gedoucht en ik ga heel even kijken wat ik moet aantrekken vandaag. Maar ik ga ondertussen ook eventjes een foto maken van mijn make-up met de vraag... moet ik gaan voor dramatische make-up of niet? Dus, dat ga ik nu heel eventjes doen, want ik heb nu net zonnebrand opgesmeerd. Ik moet even intrekken en... ja, laten we eerlijk zijn. Mijn wimperextensions zijn er praktisch af. Dus stiekem hoop ik een beetje op dramatisch. Want neutraal, dat ben ik eigenlijk al elke dag. Dus ik ga dit nu even doen. Even een fotootje maken. Dus die poll is geplaatst. En dan ga ik nu even ondertussen kijken wat ik nou eigenlijk moet aantrekken. Yes! De zwarte outfit. Ja, ik zei eigenlijk net dat ik wit aan wilde. Oh, met fans. Oké. Flared pants met fans. Welke tas? Ja, de vlammentas. Welke zonnebril? Rose gold. Ja, ik zei eigenlijk net dat ik heel graag de witte outfit wilde. Maar die zwarte is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Wel wat warmer en wat strakker. Jullie hebben nu allemaal voor een zwarte, wat donkere outfit gekozen. Dus ik denk haast wel dat jullie voor dramatische make-up gaan kiezen ook. Maar dat gaan we straks zien. Ik ga me eerst heel eventjes omkleden. Ergens had ik ook wel weer gewoon die witte playsuit aangewild. Want die is wel lekker fris en het is echt heel erg warm buiten. Dit wordt dan de outfit met de rose gold bril. Die ik er niet per se heel goed bij vind passen. Maar op zich geen probleem. Ja, op zich gewoon lekker outfitje. Al zeg ik het zelf. Even kijken wat er uit de make-up is gekomen. Komt-ie. Dramatisch of neutraal?
Naturel? Jongens, 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 zijn jullie nou voorzichtig met mij? Of is het echt jullie voorkeur? Want ik ben een klein beetje teleurgesteld. Ik dacht, lekker zwart outfitje, vlammetasje, lekker vampy lips, lekkere donkere ogen, beetje lekker dramatisch, lekkere wimpers, gewoon lekker all the way. Nee hoor, jullie willen gewoon naturel. Jullie willen dat ik, het is een compliment natuurlijk dat jullie me zo willen zien, maar tegelijkertijd heb ik echt zoiets van... Maar goed, het bespaart wel een hoop tijd en dat is ook wel prima, maar... Ik heb dus gewoon echt bijna geen wimpers meer. Want ik moet deze week nieuwe wimperextensions laten zetten. En ja, ik heb er gewoon bijna niet meer op. Ik had best wel graag wimpers gewild vandaag. En daar is Larissa. Ik leef gewoon niet meer. Ik ook niet. Ik ben kapot. Ik ben helemaal niet hier. Ik ben me ook echt kapot aan het zweten als een gek. Ik heb een blote billen gezicht, want iedereen wilde een neutrale make-up look. Oh, ja. Ik zit eventjes te twijfelen. We hebben net gebeld. We zouden de optie doen Rotterdam-Den Haag. Zullen we hem veranderen in Rotterdam of een andere optie die iets minder ver weg is? Is goed. Oké, we gaan er heel eventjes over nadenken. Zijn we zo bij jullie terug. We hebben besloten om het toch op een andere manier te doen. Iets minder specifiek. Ik ga namelijk aan jullie vragen welke eerstvolgende trein op welk spoornummer ik moet gaan nemen. En bij hoeveel haltes we uitstappen. En dan kijken waar we belanden. Dus ik heb geen idee waar we belanden, maar dat gaan we straks zien. Nu gedaan, op welk spoor moeten wij een trein pakken? En dan ga ik hier een optie doen. Jij mag twee random zijn, want ik heb geen idee welke treinen waarheen gaan. 12? 4. Dus deze ga ik plaatsen. En dan wil ik hierna nog een andere plaatsen met de vraag hoeveel haltes we moeten gaan doen. En dan doe ik wel, even kijken, 1 is misschien te weinig, dan doe ik wel 2, halte 2 of 4. Ja, zoiets. En dan kijken we wel waar we uitkomen. Misschien is het ver, het kan heel ver zijn, het kan ook helemaal niet ver zijn, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee waar we belanden. En ik heb nu best wel trek, jij ook? Ja, dus dan kunnen we ondertussen gelijk eten halen. Ja. Ja. Oké, okay, we lopen heel eventjes naar Spoor 12, want we hebben eigenlijk geen idee wat daar op rijdt. Enschede. Enschede? Ja, Enschede. Dat is niet mijn eerste keuze. Nee. Misschien juist wel leuk, Enschede zijn. Ja, wie weet. Oké, we ontdekten net een grote fout en dat is dat Spoor 4 niet bestaat. Op Utrecht Centraal al best wel raar is, maar het was gewoon even zo'n brain fart. Dus we zijn eventjes een correctie aan het doen. En het wordt nu een keuze tussen spoor 12 en 8. En 8 is gewoon een lekker getal. 8 is een lekker getal. Dus sorry daarvoor. Was niet helemaal wakker van ons. Dus nu komt er een nieuwe poll online. Oké, we gaan kijken naar het resultaat. Bij halte 4 moeten we uitstappen. Van spoor 12. Wat was 12 ook alweer? Hadden we dat nou net besproken of niet? Ja, dat was die van Enschede volgens mij. En dan halte 4. Welke dat is, moeten we eventjes checken. Ja, laten we kijken. Maris, wat zei... Maris. 4, ja, Groningen helemaal. Oh my god. Dat is echt heel ver. Oh my god, hoe lang is het reizen? 2 uur. Wat heb ik gedaan? Wanneer gaat die trein? Oh, we hebben hem net gemist ook. Niet. Dus hij gaat echt nu weg. Dus maar... dan moet ik even de volgende van Spoor 12 checken. Even kijken. Want dat kan dus ook weer ergens anders naartoe gaan. Ja, die gaan we echt nu die van Groningen gaan we nu missen. Dus... Van Groningen die missen we. Oh ja, dan wordt het Amersfoort Schothorst met als halte... Oh, er bestaat geen halte 4. Oh. Dus dan wordt het Schothorst. Moeten we daar nou weer? Goed idee daar. Hoe laat gaat die trein? Oké, dit is de trein van 6 over 4. Ze moeten nog een kwartiertje wachten. Ik wens u een voorspoedige reis en een hele fijne dag verder. Zijn er! Een hele fijne dag verder. Nou, we hebben eigenlijk echt geen idee waar we heen moeten. We zitten nu op het inputplein. We krijgen weinig input van waar we heen moeten. Ik hoor een giechel hierachter. Dus ik heb heel eventjes Google Maps geopend, want ik heb echt het richtingsgevoel van een visstick. We vroegen ons af, waar zijn we nou eigenlijk? Hoe vinden we een beetje winkeltjes en dingetjes? Ik heb het gevoel alsof we zeg maar die kant. Denk dat we daarheen moeten. Dat zegt jouw richtingsgevoel of dat zegt de app? Dat zegt, oh nee, nu zegt hij wat anders. Ja, nee, toch de andere kant op, volgens mij. Oké, dit is toch wel iets meer dramatisch dan ik dacht. Ik had wel verwacht dat we hier iets konden doen.
Ja, we hebben een mini-centrumpje of zo waar we nog eventjes iets konden bekijken. Maar het is echt gewoon één snackbar. Dus we gaan even vragen of we toch even weg mogen hier. Want we hebben hier gewoon niet zoveel te zoeken. En we willen niet zo snel opgeven. Maar tegelijkertijd, weet je, het is ook een beetje zonde van deze mooie dag. Dus. En we hebben twee kanten van het station bekeken. Dus we hebben wel echt rondgekeken of er niks aan de andere kant maar... is. Ja. We hebben een nieuwe Instagram gemaakt met nou fantastisch mogen wij weer weg en de opties terug naar Utrecht of naar het dichtstbijzijnde stad. Ja, want we willen hier gewoon even weg. Ja, het is een heel klein beetje vals spelen, weet je wel. Het is zeg maar in alle gevallen willen we hier weg, maar op deze manier kunnen jullie toch nog een beetje helpen kiezen. We willen nog wat leuks maken van deze video en nog wat leuke keuzes hebben, dus ik ga hem van doen. There it is. Nou, lekker stemmen jongens. Nu we daarop wachten, kunnen we wel nog even lekker in het zonnetje zitten, dus dat is op zich ook helemaal geen straf, want het is echt heerlijk weer ineens, man. Ja, en wat ik nu weer zie, hè, Liz, is dat ze bij deze tent dus wel schepijs hebben. Even spieken? Ja. Wij gaan nu een bolletje ijs halen en ik heb net eventjes gevraagd, moet ik frambozenijs nemen of mango-ijs? Maar net kwam ik jou tegen. Hoi, wat is je naam? Yara. Want je bent de dochter van de baas. Dochter van de baas van deze tent. Super toevallig. Dus ik vind het super leuk, want met onze Instagram video of de keuze die ze hebben gemaakt, zijn we hier uitgekomen. Geen idee wat we hier kunnen doen. We gaan straks waarschijnlijk over weg, maar ik vind het super leuk. Ja, dat ik jou daar nog even mee tegenkomen. Ja. Dat is toch een soort van lichtpuntje. Ja, voor mij bijzonder natuurlijk. Ja, wat leuk. Ja. Dus dat wilde ik even zeggen. Dus groetjes van ons. Doeg! Ik heb een mango-ijsje genomen, maar Tara die moest wel even wachten. Ja, we hebben twee polls gedaan, dus ik moet eigenlijk eerst degene van waar gaan we heen. Oké. Wat staat er? Dichtstbijzijnde stad. Oké. Dat is goed. En dan volgende. Oeh, ik heb hem nog niet. Wat moet ik nou doen dan? Ik kan mezelf gaan stemmen. Je moet wachten. Framboos. Je bent echt een mango persoon, dus ik weet niet of je het erg vindt. Ja, framboos is ook lekker. Nice. Nou, we hebben net super gezellig gekletst met de eigenaar en natuurlijk de dochter bij Panini Italiani. En het rook super lekker, ze zijn ook zelf Italiaans, dus mocht je in Amersfoort Schothorst zijn, dan zou ik hier zeker eventjes langs gaan om wat te eten. Het ijs is ook heel erg lekker. We zitten inmiddels in de bus in Amersfoort. Mm-hmm. Want jullie hadden gestemd dat wij naar het dichtstbijzijnde centrum moesten gaan, of stad. Dus dat is heel erg leuk, want Amersfoort is natuurlijk een hele leuke stad. En we gaan de boel ontdekken. Wat ik nog heel eventjes wilde zeggen, is dat ik het echt heel erg leuk vond dat we dus eigenlijk op een plek zijn beland waar we nooit anders zouden komen door deze hele challenge, zeg maar. Mm-hmm. En dat we dan ook nog eens iemand ontmoeten die naar onze video's kijkt. Ik vind het echt een soort van meant to be. Het was een super, super leuk meisje en die ouders waren ook super leuk. Dus als je dit kijkt, ik vond het echt helemaal top. Ik ben weer helemaal energized, want we waren net misschien een beetje dramatisch aan het doen. Ja. Maar we hebben er weer helemaal zin in. Het is echt super warm buiten. Het is denk ik, het voelt aan als 25 graden. Ja, zeker. En we gaan al richting de avond. Dus we gaan heel even kijken of er nog wat winkeltjes open zijn straks. En anders moeten we al meteen weer gaan eten. Ja, nog een keer. Dus, let's go. Ik zie dus een stranding rennen, dus daar gaan we even naar binnen. Wij kwamen net deze rietjes tegen. Oh, je ziet het helemaal niet op camera. Ja. Low graphic. En ik wil ze. Dus dit zijn zilveren. Heel simpel gewoon, maar wel tof. En deze zijn natuurlijk echt nog toffer. Beter kiezen jullie deze. Yes. En plaats. Lang genoeg gewacht. Wat zou het zijn? Yes! Hoeveel procent? 81%. Nice. Jullie zijn de best. And she is very happy. We zijn nu in de Hudson Bay en we kwamen langs dit merk. Fabiana Chapeau. Very cute. Maar hier gaan we geen keuze over maken, want die ga ik niet halen. Maar ik vind het wel even leuk om hier rond te lopen. Ik zie hier een spiegel, dus ik pak eventjes de gelegenheid om nog te vertellen wat ik aan heb. Dat heb ik helemaal niet echt verteld. Maar dit topje is van Comcat Fashion en het is de bedoeling dat je hem dus zo knoopt. En deze broek is van Chiquelle, die hebben we al eerder gezien. Die is vrij strak. En heel erg flared, waar ik wel van hou. En schoenen zijn natuurlijk van Vans. En deze tas, hier krijg ik echt heel veel vragen over op Instagram ook. En deze is van Sasha, maar volgens mij hebben ze hem niet meer. Volgens mij is die vrij snel uitverkocht geraakt en hebben ze hem nu niet meer. Dus ja, ik wilde nog... Mijn nieuwe tas.
Oh my god. Ik weet niet of ik hem eng vind of schattig. Ja. We hebben inmiddels al trek gekregen, want het is een uur of 6:30. Ja. Dus wij hebben net een boemerangetje gemaakt. Dat wij gaan vragen aan jullie waar we gaan eten. En de vraag is, gaan we Indonesisch eten of pannenkoeken? Want we weten dat hier een heel goed Indonesisch restaurant in de buurt zit. Daar willen we eigenlijk gewoon heel graag gaan eten. Maar pannenkoeken zijn ook wel lekker. Ja, natuurlijk. Dus we dachten twee uitersten. Dus we hebben deze gemaakt. En sturen denk ik. Ja. En post. Komt ie aan. We zijn even een klein rondje aan het lopen. En je ziet daarachter, ik weet niet eens of je het goed kan zien, een soort van binnentuintje met allemaal lampjes en super gezellig. Ja. Ik weet niet waar je bij hoort. Nee, ik ook niet. Maar sowieso vinden we Amersfoort wel een hele leuke stad. We hebben nou wel lang genoeg gewacht. Ja. En we zijn heel erg benieuwd naar de uitslag van de poll. Ik zal je alvast iets verklappen. We hadden gezegd Indofood en we hadden eigenlijk dat restaurant daar op de achtergrond. Sally's Indonesian Kitchen. Die hadden we al op het oog. Ja. Dus we zijn er gewoon naartoe gegaan. Ja, we zijn alvast gewoon hier gelopen, want we hebben zoiets van, jullie gaan waarschijnlijk wel Indofood kiezen. We willen het gewoon heel graag. Dus ja, we zijn er al heen gelopen, want we hebben zoiets van, ja, jullie kennen ons, wij kennen jullie. Dit wordt hem. Dus, ik ga hem even kijken. Ik vind het ergens wel spannend, omdat we al best wel een stuk hebben gelopen. Dus dit was de laatste. Ja. Oh my god. Niet. Kunnen jullie dit doen? 54% pannenkoeken, 46% Indofood. Jongens, ik vind het niet oké. Ik moet het eventjes verwerken. We zijn helemaal hier naartoe gelopen. Ja, ik zit nu oprecht te denken van ja, wat moeten we nou doen? Nou, we gaan dus toch gewoon lekker Indonesisch eten, want daar hebben we gewoon heel veel zin in, toch? Let's go. Oh jongens, oké, ik ga eventjes open kaart spelen. Ik wilde eigenlijk zeggen, jongens, dit kan echt niet pannenkoeken, serieus. Wat de hel, super lekker, super gezellig, maar nee. Als je kan kiezen tussen Indofood en pannenkoeken, kies je gewoon voor Indofood. Kom op! Dus ik wilde mijn joker inzetten. En jullie wisten nog niet dat ik een joker heb, maar het is mijn video. Het zijn mijn regels. Dus ik dacht, ik heb wel een joker. We zijn net bij Sally's Indonesian Kitchen naar binnen gelopen. Omdat we dachten, nou, we gaan gewoon Indofood eten. Alleen nu staan we een soort van dubbel voor joker. Want we hebben geen tafel kunnen krijgen. Nee! Hij zat vol, dus het is een soort van de universe zei, nee, jullie gaan niet vals spelen. Ja, jullie gaan gewoon die freaking pannenkoeken eten. Meteen afgestraft. Nou moeten we echt even opzoeken waar dan het dichtstbijzijnde pannenkoeken is. En weer helemaal teruglopen ben ik bang. We zijn op dit moment een Ubertje aan het boeken naar het het dichtstbijzijnde pannenkoekenhuis. Potsenmaker. Oh shit, hij zegt geen auto's beschikbaar. Hoe kan dat nou? Nee. We hebben namelijk echt geen zin om te lopen. Het is weer echt een kwartier lopen. Dus we waren er in principe gewoon net waarschijnlijk. Maar we hebben gesport vandaag. Ik heb last van mijn benen. Ik heb gewoon geen zin meer. Why? Zijn er serieus geen auto's? Nee, ik weet het niet. Hij is nog aan het zoeken, maar... We hebben er toch geen. Oh, yes! Mijn jas zit daar voor de helft tussen, volgens mij. Oké. Dan haal ik hem er straks wel uit. Nou, we zijn er jongens. We zitten bij de Kabouterhut. Dat is helemaal aan de andere kant van het station. Het was even een stukje rijden. Want de pannenkoekenhuis waar we in eerste instantie heen wilden, die ging al over een uurtje dicht. Dat werd een beetje krap. Dus we zijn ergens anders heen gegaan. Nou, dat is nu natuurlijk de vraag. Wat voor pannenkoek moet ik bestellen? Jongens, ik wil nog eventjes zeggen dat het natuurlijk helemaal niet gezond is dat wij nu pannenkoeken eten. En we waren juist zo lekker bezig met ons sporten. Nee. Ik ga deze nu plaatsen. Optie 1 is spek ananas kaas. Optie 2 is half om half, half spek, half appel. Ik hoop eigenlijk half om half, want ik hou wel van twee keuzes, maar de eerste is ook wel erg lekker. Oh. Half om half. Een half spek en een half appel. Nou, ze zijn er. Het lijkt een beetje op een kommetje, maar ik denk... Wat is het? Ik denk dat hij wel heel erg lekker is. Ja. En hier is de mijne. Is eet smakelijk. Hoewel we dus eigenlijk heel veel zin hadden in Indofood, moet ik zeggen dat hij er echt zo ontzettend goed in gaat. Het is zo ontzettend lekker eigenlijk ook pannenkoeken. Nou, we zijn weer in Utrecht terug. Het is al uurtje of 9. Larissa moet nog de video van morgen editen. Dus ja, heel erg bedankt dat je mee wilde gaan, ondanks dat je dus nu in de avond aan het werk moet. Ik moet echt doorknallen vannacht. Nee, ja, sorry. Ja, eigenlijk wel. En we gaan nu lekker naar huis en misschien kom ik dan nog wel voor een keuze te staan. Altijd weer een fijn gevoel om dan thuis te komen, vind ik. Utrecht voelt echt als een thuis als je dan daar bent. Als je zoiets hebt van yes, ben er weer. Ik heb eigenlijk wel zin in een kopje koffie of thee.
Dus ik ga weer eventjes een vraag stellen. En of, nou ja, eigenlijk heb ik gewoon heel erg zin in een kop koffie, want ik ben echt kapot. Dus ik hoop eigenlijk wel echt op een kop koffie. Maar we gaan zien. Eventjes genieten in de avondzon met een kopje koffie of thee. Laten we wachten. Nou, hij is geplaatst, dus ik ben even aan het wachten. En mijn benen, het zijn echt spaghetti benen geworden. En wat ik dus echt super leuk vind aan deze hele video, en dat zei ik net ook al, is dat ik dus op plekken kom waar ik anders niet was gekomen. Mensen ontmoette die ik anders nooit had ontmoet. We hebben in Amersfoort trouwens ook nog twee lieve meiden ontmoet. Als jullie kijken, super leuk dat jullie ons even aanspraken. Wat ik ook wel erg leuk vind, is dat dit kan je natuurlijk ook gewoon zelf doen, zonder dat je er een hele video over maakt. Op een dag dat je zoiets hebt van ja, ik wil wat doen, maar ik weet niet zo goed wat. En dan laat je gewoon je vrienden en familie stemmen. Het is best wel een leuk ding om te doen in de zomer misschien. Maar ik moet natuurlijk ook wel toegeven dat, en dat zei ik natuurlijk al aan het begin van de video, dat ik het toch wel een beetje moeilijk vond om compleet controle los te laten. Ik ga heel eventjes, ik wilde zeggen naar een kamer met iets minder zon. Even op de grond zitten, dan ben ik iets minder overbelicht. Nou, wat ik ook nog eventjes wilde zeggen is dat aan het begin van de video zei ik natuurlijk van ik heb er niet echt zin in. Ik ben zeg maar iemand die heel slecht is in beslissingen maken. Ik ben echt zo'n eeuwige twijfelaar. Maar tegelijkertijd kan ik het ook niet zo goed aan als een ander een keuze voor me maakt. Ik hou er niet van als mensen zeggen wat ik moet doen. Als ik zeg A of B en jij zegt A, dan doe ik gewoon B. Zo iemand ben ik. En ik merk het wel in een paar dingen deze video. Dat ik zoiets had van... Jullie hebben me naar Amersfoort Schothorst gestuurd. Jullie weten echt niet waar ik me heen heb gestuurd, maar ik wil hier weg. Dus al meteen opgeven of toch nog naar dat Indonesische restaurant willen. Maar dan toch meteen afgestraft worden dat het niet kon. Dat vond ik wel heel erg grappig om van mezelf terug te zien dat ik het toch al heel erg moeilijk vond om het helemaal los te laten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat ik het wel een beetje real heb gehouden door dat echt aan jullie te laten zien. Dat ik dus eigenlijk een beetje wilde cheaten en dergelijke. Dat wilde ik nog heel eventjes kwijt hierover. Hoe lang heb ik gewacht? Zou ik genoeg reacties hebben voor mijn kopje koffie? Het is... thee! Nou, dan wordt het thee. Dan wordt het een theetje. Deze ga ik straks eventjes buiten opdrinken en nog eventjes genieten van de avondzon. Dat vind ik namelijk heel erg chill om te doen. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben er wel een beetje klaar mee nu inmiddels. Ik was heel erg benieuwd van hoe zou mijn dag verlopen als mijn Instagram volgers mijn dag zouden bepalen. En dit is dus hoe het is gegaan. Ik moet zeggen, het is totaal niet gegaan zoals ik verwacht had. Eerlijk gezegd had ik ook geen verwachtingen. En dat vond ik ook best wel lastig, want in je hoofd wil je toch een beetje plannen wat je gaat doen. Maar tegelijkertijd wist ik dat het niet mogelijk was en dat ik gewoon moest zien waar ik uitkwam en wat dan de opties waren, zeg maar. Dus dat was verrassend. Ik vond het echt super lachen om te doen. Vond ik heel erg leuk dat Larissa met me meeging. Ik zat al een beetje te denken van, misschien moeten we een keertje doen dat we allebei de keuze hebben. Want nu, vorige keer bij haar, mocht ik gewoon doen wat ik wilde. Vandaag ging zij met mij mee. Mocht ze natuurlijk ook gewoon doen wat ze wilde. Maar wat als je nou met z'n tweeën bent en je mag allebei niet eigenlijk... Nou, je mag wel doen wat je wil. Maar je doet gewoon wat je Instagram volgers kiezen. Vraag me af of dat leuk is om het ook met z'n tweeën te doen. Maar ik vond het in ieder geval heel erg leuk om dit een keertje gedaan te hebben. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat even in de reacties weten welke keuzes je had achtergelaten. En wat je eigenlijk gewoon van deze hele video vond natuurlijk. En ik ben ook heel erg benieuwd of jullie een video van ons samen echt willen zien. Dat jullie voor ons beiden bepalen wat we gaan doen. Ik begin een beetje te brabbelen, maar heel erg bedankt voor het stemmen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!